een mooi initiatief en het brengt aardig wat bewoners bij elkaar. Die nou een verhaal kunnen vertellen. De drempel is wat lager. Dus het is wat makkelijker contact te leggen met de politie en met de deelgemeente. En zo te zien heeft het zijn effect. Dus, Ik vind de wijk hier gewoon leuk. Het kan nog beter worden. Het kan heel mooier worden wanneer men samenwerkt en samen wat eraan doet. Iedereen moet natuurlijk zelf op zijn eigen rotzooi die hij maakt, moet hij opletten en het ook opbergen, vind ik. Ja. Ik vind het heel nuttig. En vooral omdat ik had niet verwacht dat er toch nog zoveel mensen waren gekomen. Nou, ik denk dat het een goed begin is om de mensen te bereiken. Zodat de mensen ook kunnen vertellen wat ze vinden van de wijk, waar ze tegenaan lopen. En ze hebben natuurlijk al iets in de vorm van buurtbestuurd. Wat toch nog veel mensen nog een beetje tegenhoudt om daar naartoe te gaan. En ik denk dat het, als we het op deze manier doen, dat er toch wel wat meer mensen gewilliger zijn om te komen om de laagdrempeligheid. Goed. En dit moet eigenlijk vaker gebeuren, vind ik. Niet één keer per jaar of één keer in de twee jaar. Dit mag voor mij ieder half jaar gebeuren. Dat men beter met elkaar kan communiceren en dat men dan die problemen op tafel kan brengen. Want er zijn toch bepaalde problemen hier die besproken moeten worden. Dat wel, dat zeker. En ik weet ook zelf dat ze heel erg bezig zijn met oplossingen zoeken en de dingen regelen om te verbeteren. Ja, alleen het moet nou nog uitgevoerd worden. Ja, dat zijn signalen die kan je echt alleen van de bewoners krijgen. Het leuke vind ik wel dat er ook bewoners uit andere gebiedjes hierop af zijn gekomen. Dus niet specifiek met de problematiek hier, maar ook vanuit andere gebiedjes met hun eigen problemen. Dus ik krijg wel weer van mensen die je normaal nooit spreekt, nu weer een aantal signalen waar we zeker mee aan de slag moeten. We zijn sowieso mee om dat te gaan bespreken. Kijk, er zijn een aantal zaken die door de mensen worden aangegeven. Dit moet weg, dat moet weg, zus moet weg. Ja, nogmaals, bepaalde zaken zijn hier natuurlijk niet voor niets neergezet. Maar we gaan het wel serieus, in ieder geval alle klachten nemen we mee. En we gaan kijken wat we daar ook mee kunnen doen. Want ik vind wel dat we naast het feit dat we een luisterend oor zijn, ook wel moeten gaan kijken of we mogelijk een oplossing kunnen bieden aan de mensen. Een hele vreedzame buurt en een veilige buurt. Ik denk dat dat het voornaamste is voor de meeste mensen. Dat ze zich veilig voelen in de wijk. Alle goeds toe en dat het een mooie wijk mag worden en blijven. Dat het is niet alleen maar kommer en kwel. Super. Okay.